Hoi lieve mensen, mijn naam is Patricia Bolwerk, directeur en oprichter van Stichting Stoppesten Nu. Wellicht hebben jullie mij in de afgelopen jaren al gezien. Ik ben al bijna tien jaar bezig, al fulltime vrijwillig, om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen. We zien gewoon in de afgelopen jaren dat het pesten echt, echt veel schadelijker is dan dat we ons ooit vermogelijk hebben kunnen houden. Op school worden twee tot drie leerlingen per klas gepest. En dat is niet alleen in de lagere school, dat is ook op het voortgezet onderwijs op de universiteiten. Op het werk worden ieder jaar 500.000 werknemers gepest. Dit komt neer op 1 op de acht medewerkers. In het bejaardenhuis wordt 1 op de 5 bejaarden gepest. Ook in een sport wordt 1 op de 5 sporters gepest. En dit gebeurt zowel bij jonge leden als bij volwassen leden. Online wordt de wereld eigenlijk steeds heftiger, steeds gemeener. En zien we dat het 1 op de 5 was, maar we zien dat de cijfers steeds hoger lijken. Het worden steeds meer mensen geven aan dat ze last hebben van het online cyberpesten. Dus wat vroeger gezegd werd dat pester een kleuterding is, dat is één ding wat we met z'n allen nu kunnen zeggen. De kloters doen het veel beter dan dat wij het doen. Samen kunnen wij het verschil maken. Er is heel veel te doen om pesten te laten afnemen. Door pesten veel minder te laten worden. In allemaal kleine stapjes. Jij en ik kunnen allemaal het verschil maken door allemaal kleine stapjes te zetten. En als we dat allemaal doen, dan stoppen we pesten samen. Dankjewel. Fijne dag.